We beleven de warmste periode ooit. Al bijna 9 dagen meer dan 30 graden. Het ene hitrecord na het andere record sneuvelt. Remy, hier eigenaar van het weerstation. Heb jij er eigenlijk een verklaring voor? Ja. Ik denk dat dat toch een beetje te maken krijgt met de klimaatverandering die we zo'n beetje, ja, die nu gaande is in al jaren. En dat we dus vele hetere en nattere zomers krijgen. Ja. Ja, Remy, je hebt een eigen weerstation, Weerstation Hoogeloon. Wat meet die allemaal? Ik meet hier de gangbare meetgrootheden, zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, neerslag, windsnelheid, windrichting. En dan als extra sensoren zit er nog een UV-sensor op en, om zonnestraling te meten. En hoe betrouwbaar is die? Deze apparatuur is geëikt bij aanschaf. Wordt niet jaarlijks geëikt, maar... Want daarvan zijn de kosten er vrij hoog van. Je levert ook gegevens aan het KNMI. Waar kunnen de mensen de informatie vinden? Op de website die ik heb gebouwd. www.weekshoogeloon.nl of gewoon Weerstation Hoogeloon intikken in Google. Dan kom je erbij uit. En ik lever onder andere inderdaad gegevens aan het KNMI. En die, net als nog 300 andere amateurstations, daar maakt het KNMI weer gebruik van. Ja. Wat kan ik zien? Temperatuur bijvoorbeeld en wat nog meer? Ja, alle gemeten meetgrootheden kun je terugzien op de website, maar ook berekende grootheden, zoals de windchill, de koude die je voelt, die je ervaart als mens. Maar je kunt ook grafieken terugzien van nu en historie. Historische meetgegevens vanaf 2006 staan erop per dag. Hier zien we onder deze metalen plaat zit de temperatuursensor voor de temperatuur op 10 cm hoogte, dat is klomphoogte. In de hoofdunit wordt in het witte gedeelte de temperatuur en relatieve vochtigheid gemeten. Hierbovenop zit een neerslagmeter. Deze twee zijn de UV en de zonnestralingsmeting. Boven in de mast de windsnelheid en de windrichting. En de andere afgeleiders die worden berekend. En noem eens wat extreme die je ermee gemeten hebt de laatste 10 jaar bijvoorbeeld. Dat was een noodweer in juli 2010 hebben we gehad. Dat hier in een baan hier heel veel bomen zijn gesneuveld. Toen hebben we windsnelheden gemeten. Helaas niet 10 minuten continu, maar toch wel pieken van 120, 125 km per uur. Nou, dat is dus orkaankracht. En nou vorig jaar die hoge temperatuur van 41,2, dat was ook een unicum. Met zoveel zonuren, dan zou je natuurlijk denken, zonnepanelen, dat zal wel rendabel zijn. Dennis, is dat nou ook echt rendabel? Ja, zeker. Ja, het zonnepanelen reageren wel zeker op daglicht en op zonneinstraling. Het is wel zo, hoe warmer het wordt, hoe minder goed in principe een zonnepaneel gaat renderen. Dus mensen denken van, heel veel zon buiten, het is heel warm, maximaal opbrengst. Ja, dat is in principe niet zo. Hoe warmer het wordt, hoe minder ze het wel gaan doen. Het is eigenlijk te warm voor de zonnepanelen. Wat levert het nou op? Kun je dat een beetje uitleggen? Is wel verschillend van de installatie die je zelf kiest. Hè. Daar zitten natuurlijk wel wat variabelen in. Je kunt ergens een terugvliegtijd tussen de 5 en de 7 jaar is wel reëel in ieder geval. En daar hoeven ze niet eens per se voor op het zuiden te liggen. Daar oost of west. En wat gaat er nou zo kosten zonnepanelen aanleggen? Ja, goeie vraag. Vaak denken mensen dat het best wel kostbaar is. Hè? Mensen of bedragen die wij horen zijn vaak ja, 10.000 euro, 15.000 euro. Nou, daar moet je echt niet aan denken. Die technologie is echt al een stuk goedkoper geworden over de jaren heen. En ook een stuk toegankelijker voor iedereen. Een normaal zonnepaneelsysteem ligt er dan natuurlijk aan wat voor paneel je kiest, wat voor omvormer, hoeveel. Een normaal woonhuis is tussen de 3.000 euro en 7.000 euro moet je aan denken. En dan zit je ergens met een terugverdientijd rond de 5 tot 7 jaar. Die salderingsregeling die gaat er natuurlijk wel af. Ja, dat begrijp ik niet helemaal. Salderen? Salderen is zeg maar dat je het terug het net in kunt sturen en het op ieder moment er ook weer terug uit kunt pakken zonder dat er kosten aan verbonden zitten. Dus eigenlijk zegt de overheid een soort subsidie. Wij stellen het net beschikbaar voor iedere zonnepaneel-eigenaar. Hè, overdag heel veel opwek, vul het net in en s'nachts komt er dan retour als je s'nachts de wasmachine aanzet. Ja, omdat je hem dus zelf niet op kunt slaan. Ja, klopt. Ja, ja. Tegen 2030, hè, dan wordt het wel interessant om het op te gaan slaan. Nee, ik zeg het niet goed. Zelf te gaan verbruiken. Hè. Zelf verbruiken terwijl je opwekt wordt steeds interessanter.
dan moet ik echt, dan moet je eigenlijk al op hameren bij het advies om zonnepanelen te installeren. Ja, als je bijvoorbeeld op zuid legt, heb je heel veel directe zonneinstraling. Als je ze op oost-west legt, heb je meer zonneinstraling gedurende de dag. Nou, op het moment dat je meer zonneinstraling hebt en je hebt ook veel verbruik, kun je ook langer gedurende de dag beschikken over jouw eigen zonne-energie die je opwekt. De mussenval van het dak. En jij zit hier op het dak zonnepaneel te leggen. Is dat wel te doen? Nee, eigenlijk niet. Maar hoe houd je eigen het hoofd koel, laat ik het zo noemen? Ja, gewoon veel drinken. Dat is de beste remedie? Ja, meer weet ik ook niet. En op tijd beginnen. Hoe laat ben je vanmorgen begonnen? Om 5 uur op de zak. Toen was het nog donker? Toen was het nog donker, ja. Maar ligt op elke zonnepaneel nou ook 10 druppels zweet, als ik het goed begrijp? Ja, zoiets wel, ja. Ja, het zal al opgedroogd zijn trouwens. Maar je hoopt dat het binnenkort minder heet wordt, denk ik? Ik hoop het wel. Ja, ik hoop morgen niet, want ben ik vrij. Hey, succes nog. Dankjewel. Landgoed Duinwater. Ooit het E3 Strand. Ontstaan uit een afgraving voor de aanleg van de A67. Het is nu al bijna 2 weken heet, dus het animo loopt een beetje terug. Maar dat wil niet zeggen dat de pret hier niet te minder is. We vragen aan de mensen hoe het hier bevalt als alternatief voor de Spaanse Riviera. U ligt hier lekker aan het strand. Is dit het alternatief voor Spanje? Ja, moet ik zeggen. Iets anders ken je niet. Hè? Dus, hier is veilig. Ik kan nog zonder mondkapje zitten. Dus ja, ik kan het wel vergelijken ermee. Hoe bevalt het hier op de Kempische Riviera? Nou, gezellig. Lekker weer, warm, water, lekker. Dus wat wil je nog meer? Met je met heel de familie hier? Nou, met het gezin. Ons drieën. Dames! Ja. Dames, wat zijn jullie mee te doen? We waren aan het suppen. Suppen? Wat moet ik me daarvoor voorstellen? Lekker peddelen op een bord. En hoe is het bevallen? Goed. Ja? Was net lekker rustig daar op het hoekje. Maar je moet er dan op gaan staan? Of? Je mag erop gaan staan, je kan erop gaan zitten. Het bedoeling is dat je gaat staan en dan je vooruit duwt. En wat verwacht je ervan? Dat je kunt blijven staan? Ja, denk het wel. Nou, we gaan het meemaken. Dus we volgen jullie een tijdje. Hey, wel snel gaan staan, hè? Want anders staan we hier nog lang. Nee, dat was niet goed. Strek daar. Ja, ja, ja. Hey, dan ga ik zie ik al heel erg naar buiten toe. Dan vat ze hem onder vast. We zien ook een heleboel kinderen daar op dat speeltoestel. Wat houdt het precies in? Dat is een aquapark, een speelpark op het water voor de kinderen. En kinderen vanaf 8 jaar moeten kunnen met een diploma A en B kunnen daar een uur terecht voor €5. Wel verplicht is een zwemvest. Ze moeten kunnen zwemmen. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten papa of mama mee. Hier komen nog zo laat hier op het Duinwater. Zijn jullie bang voor onweer? Nee hoor, we waren even aan het voetballen, alleen was het een beetje te warm, dus even afkoelen. Waar kom je vandaan? Eersel. En anders Duinwater niet ver natuurlijk. Nee, dat valt wel uit. Kom je hier wel vaker? Ja. Dit was nu al de zoveelste hittegolf in de laatste paar jaar. Is dit het nieuwe normaal? Moeten we hier aan wennen? Of zeggen we over 14 dagen, wow, het was lekker warm, maar nu regent het weer en dat bevalt ook prima.